Wie is Jezus voor jou? Jezus is voor mij iemand die mij echt heeft gered uit de handen van de duivel. Ik was zo'n ongeveer 2 à 3 jaar echt satanistisch. En ik deed allemaal dingen om dat ook te beoefenen. Tot ongeveer 1 jaar geleden had ik in een heel diep punt zat. Ik had net een relatie was uit en ik voelde me zat daarvoor in de put. En ik dacht, wat moet ik nou? Dus ik dacht, ik bid voor God. Ik zei, Heer, als u ook van mij houdt, laat dan een kat onder mijn raam miauwen. Want ik slaap boven in een woning. En ik dacht, het zal toch niet. Dus na 10 minuten liep ik weg, pakte ik koffie. En ik dacht, joh, ik ga mijn kamer weer in en ik ga zitten. En ik hoor in 1 keer echt heel duidelijk een kat miauwen. Dat was voor mij het eerste teken dat ik dacht, oké, hij houdt dus ook van mij. Toen ging er 1 jaar voorbij waarin ik iedere keer weer naar het satanisme terugviel. Want het was als een zwart gat die mij terugtrok naar zich toe. Iedere keer als ik er vandaan probeerde te komen, ging ik met 100 keer dezelfde kracht weer terug. En nu ongeveer 3 maanden geleden dat ik hier kwam, zoiets. Toen was ik weer in het stukje van, joh, ik wil weer van Satan af. En ik kwam hier in de rots, ook toevallig hier. Het was een hele... De dienst had ik niet veel van meegekregen, want ik zat weer van die gedachten die allemaal zwart dachten en echt niet goed. En er komt... ik wilde koffie pakken na de dienst en er komt iemand naar me toe. Henk. Die wilde met mij praten. Dus ik dacht, joh, dat kan wel. Dus we gingen zitten daar. En met koffie. En ik vertelde hem waar ik mee zat. En hij vroeg om voor mij te mogen bidden. En ik dacht, ja, weet je, het kan wel. Maar in mijn eentje kom ik er niet vanaf. Dus wat kan dat helpen? Hij haalde nog Martijn erbij die nu, ik weet niet waar die zit, maar, oh, daar. En ze gingen voor me bidden. Martijn zat links van me met zijn handen op mijn schouders. Henk rechts van me met zijn handen op mijn hoofd. En de eerste paar tellen dat ze aan het bidden waren, was ik helemaal niet van onder de indruk. En dacht ik, joh, wat is dit? En totdat ik op een gegeven moment allemaal... gevoelens, ik werd licht in mijn hoofd en ik merkte dat er in mijn lichaam ook gevochten werd om eigenlijk mijn ziel, zo zou ik kunnen zeggen. Want ik voelde mijn gedachtegangen van goed naar kwaad en iedere keer weer vaker naar het goede dan dat naar het kwaad ging, totdat op een gegeven moment het kwaad helemaal weg was en ik de Heilige Geest tot in zijn maximale had ervaren. En dat gevoel is tot heden dagen nog niet weggegaan. En zo ben ik dus, heb ik besloten om te... Ik was ook bij een doopavond, informatieavond heet dat. Ja. En toen hadden ze daarover van, joh, tot geloof komen staat in combinatie met dopen. Want je komt tot geloof en wordt dan gedoopt. Dus dacht ik, nou, dat is helemaal mooi. Dus was dat mijn idee, dat ik dacht, oké, ik laat mezelf dopen. En zo sta ik hier. Ja, dank jullie wel.